Zullen we het even hebben over Frank de Boer, jouw trainer? Want er is vandaag weer nodig nieuws over. Hij is gevraagd om te komen kijken of hij in Engeland wil spelen. En het antwoord ging als volgt. Ga je ermee praten met Tottenham? Dat heb ik al gezegd. Ik ga altijd praten en luisteren naar clubs wat hun gedachte is, hoe ze het willen zien. En daarna ga ik dan mijn gevoelens laten spreken. Hij zegt niet nee. Dat had jij ook gesignaleerd. Wat vind je daarvan? Ja, ook Frank de Boer is iemand die ambities heeft natuurlijk. En ja, als je 4 titels op rij hebt gewonnen, dan ga je misschien wel eens verder kijken. Maar ja, ik denk dat hij nog steeds ontzettend naar zijn zin heeft bij Ajax. En zeker niet zomaar vertrekt. En ik hoop zelf dat hij blijft. Heb je wat te danken aan Frank de Boer? Ik heb heel veel te danken aan Frank de Boer. Ja. Hij heeft vooral? In de periode waar het met mij wat minder ging, heeft hij altijd in me geloofd. En hij heeft me altijd het vertrouwen teruggegeven en toch weer een kans gegeven waar misschien anderen misschien al wat afgeschreven hadden. En daar ben ik hem heel dankbaar voor, dat hij dat gevoel altijd heeft gehouden voor mij. En dan zegt hij, ik ga naar Tottenham, maar ik wil wel Lynn meenemen. Ja, dat zullen we ook moeten gaan praten. Dat ga je dus doen. Jij belooft hier dat je gaat praten. Nee, ik heb net een nieuw contract getekend voor 3 jaar. Dus ik zeg nou maar niks. Frank de Boer heeft ook nog een contract wat nog 1 jaar loopt. Ja, nog 1 jaar. Ik heb nog 3 jaar. Ja. Maar ik hoef niet zo nodig weg. En ik zou ook niet zomaar Ajax 1, 2, 3 inruilen. Ik heb het prima naar mijn zin hier. En natuurlijk ook, ik heb ambities. En ook ik zal het misschien wel aanhoren, maar ik zal zeker geen overhaaste beslissingen nemen. Klinkt goed. Ik heb ambities. Maar welke ambitie is dat dan? Om het buitenland te spelen? Je weet nooit wat er op je pad komt. Als er echt een club komt waar je bijna geen nee tegen kan zeggen. Welke dan, zijn dat? Ja, de clubs in de Europese top. Specifieke clubs. Iedereen zal natuurlijk Barcelona of Arsenal, dat soort clubs zeggen, maar... Ja, je moet ook Je bent ook bereid met Bayern genoeg te nemen. Ja, eventueel. Maar Tottenham in ieder geval niet, want dat is nu even wat even speelt. Nee, ik zit prima bij Ajax en wat ik zeg, ik heb net bijgetekend. Ik vind het ook prima om nog heel lang voor Ajax te spelen. En ik heb het super naar mijn zin hier, dus. We gaan straks uitgebreid met jou praten over wat voor jaar het is geweest. Over hoe het is bij Ajax, hoe je straks naar in Brazilië natuurlijk gaat schitteren. Althans, dat hoop jij en dat hopen wij ook allemaal. Want dat is een win-win situatie. Maar eerst gaan we andere dingen bespreken.